voor de volksgezondheid. De heer Van Haga. Ja, voorzitter. Nou ja, ik zei helemaal geen paniek. En het is voor het vertrouwen in de overheid en voor het vertrouwen in dit proces uitermate belangrijk dat er geen bias is naar één of andere kant. Dus als er dit soort uitbraken zijn, en die zijn consequent een week of twee weken nadat er gevaccineerd is, dan is dat goed om dat te onderzoeken. En dat is juist ontzettend belangrijk, ook in uw belang, om daar transparant over te zijn. En daarom was mijn vraag ook van, nou, is het dan zo dat het goed onderzocht wordt? Wordt het goed geregistreerd? Ja. En is het zo dat als daar iemand overlijdt, dat er dan goed gekeken wordt, is die overleden aan de vaccinatie of is er onderliggend lijden? Nou, is mij ter oor gekomen dat dan altijd wordt gezegd, nee, dat onderliggende lijden prevaleert. Dus die wordt dan geregistreerd als iemand die overleden is aan kanker of aan hartaanval of wat dan ook. Terwijl onze ervaring bij coronadoden precies andersom is. Iemand komt met een auto-ongeluk op de IC, krijgt een wattenstaaf in zijn neus en wordt een coronadode. Dus daar zit een bepaalde onzekerheid en mijn vraag is erop gebaseerd. Niet om hier paniek te gaan zaaien. Dit is echt gevaarlijk. Nee, ik ben nog even bezig. Nepnieuws verspreiden. We zitten midden in een pandemie. Voorzitter, dit kan echt niet. Ik ben midden in een pandemie. Wat niet kan, is nepnieuws verspreiden over hoe het zit met coronabesmetting in Nederland, hoe het zit met gevaren rondom vaccinatie. Dat kan niet. Dat kan niet midden in een pandemie. Dat is gewoon gevaarlijk. Dat ondermijnt de bereidheid om je te willen laten vaccineren. En daarmee is dat een ondermijning van de volksgezondheid. En dat voorzitter, dit is verwerpelijk. Ik was meer in de zin, u geeft niet in. Dit is echt heel raar. Ik vraag alleen om een oprechte, nauwkeurige en deugdelijke registratie. En de reactie van de minister, die is echt verontrustend. Maar ik laat het hierbij, want we komen hier duidelijk niet uit. Ik vind het uitermate vervelend. Goed. Mevrouw Van Kooten Aarissen. Ik wil ook kijken hoe ver u bent met tenminste dit onderdeel. Oh, prima. Okay. Mevrouw Van Kooten Aarissen. Voorzitter, dank. In dat geval mis ik nog de beantwoording op mijn vraag over long-covid. Gaat collega Van Ark uitgebreid op in.